kijkers van Magic Island 2, welkom weer in een gloednieuwe video. En je ziet het, ik heb een pakje aan. Ik heb helaas geen optreden vandaag, maar ik ben wel op stage bij Huub Kooijmans Entertainment. En weet je wat? Hij staat hier voor. We hebben net een show gedaan. Ik was in een verrassingsact in de show. Je hoort het misschien ook wel aan mijn stem. Ik heb deze week veel gepraat. Ik film het trouwens ook met mijn nieuwe camera, de Canon EOS M 50, als ik het goed heb. Zeker weten. Weet je wat? Ik doe namelijk veel videobeelden schieten voor Huub in deze week. Ik loop 60 uur bij hem stage voor school. En het is echt super. Eén laatste dag vandaag, Huub TV. Weet je wat? Hier wat beelden van de show. Veel plezier. Kort stukjes uit de show. En zoals jullie zien, het decor, we zijn klaar. Hij is even een praatje aan het maken. We gaan afbouwen en we gaan gewoon weer door. Morgen gaan we weer Huub TV bij een ander landbouwpark. Huub doet veel shows op een landbouwpark. Ik heb in deze week ook verschillende promo-videos voor Huub gemaakt. Zoals jullie weten, ik doe aan media werk. Ik heb verschillende promo's voor hem gemaakt. En hier een klein stukje van een, onder andere een promo van Circus Meervoud. En misschien nog een andere show. Dat weet ik niet. Yes, en dat was de promo van Circus Meervoud en waarschijnlijk ook nog een andere show, dat weet ik niet zeker. Mijn stem is echt irritant, sorry daarvoor. Show is voorbij, dus apenpakkie kan uit en jullie zien nu even een timelapse hoe we aan het afbouwen zijn. Dus let's go! Apenpakkie is weer uit en
Ik zit even te kijken, jullie weten natuurlijk dat ik een decor heb met gordijnen en statieven. En Huub heeft zo'n spider decor. En die heeft hij dan zelf laten bedrukken bij zo'n beurzenwand. Ja, al die dingen die klikken zo uit elkaar, klikken in elkaar. En dan heb je eigenlijk een heel mooi decor staan. Dus misschien voor de goochelaars onder ons een mooi ideetje voor die camera. Mooi ideetje voor als je een keer een nieuw decor wil. Echt super handig. Staat binnen 5 minuten. Zoals jullie zien, alles is weg en we gaan alles inladen en we gaan weer weg. En ja, dames en heren, jongens en meisjes, dat was dan alweer de video. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze video en Huub, nogmaals bedankt dat ik mocht meelopen bij deze stage. Ik vond het echt super vet. Ik heb voor de kijkers, ik heb van Huub zelfs nog trucs gekregen aan het einde. Ik heb heel veel met hem zitten praten over een nieuwe show die ik aan het doen was. Het is een show over een soort magisch restaurant. Ik ben aan het begin van de show een chef-kok. En in het midden van de show wil ik een quick change gaan doen naar een ober. En dan ben ik een ober en doe ik daar trucs. Daar ben ik mee bezig. En ik heb verschillende acts met hem doorgesproken wat zou kunnen. En hoe ik bijvoorbeeld een leuke jongleer-act erin zou kunnen doen met pollepels. En gehaktballen als jongleerballen. Allerlei verschillende dingen. Dus Huub, ik wil jou super bedanken nogmaals. En zoals ik al had gezegd, heb je van zomer nog een keer iemand nodig, dan ben ik er natuurlijk voor je. Ik wil jullie ook weer bedanken voor het kijken naar deze video. Deze video was inderdaad in het Nederlands, dus hey, waarom ook niet? Want ik had geen zin om heel die stage Engels te gaan praten. Want mijn Engels is niet heel goed waar andere mensen bij zijn. Dus ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze video. Doe even een blauw duimpje omhoog als je nog niet hebt geabonneerd. Doe dat even hier beneden. En dan hoop ik jou te zien bij weer een gloednieuwe video. Heb je nou zelf een leuk idee voor een video? Laat die onder ook in de comments weten. En dan zeg ik tot de volgende keer. Ciao!